Arbeid. Dat lijkt wel op werken. Gelukkig kun je het ook uit handen geven. Kijk, je hebt hier twee paarden. En die paarden zijn het werk. Ze verrichten arbeid. Twee paarden verrichten trouwens meer arbeid dan één paard. Waarom? Nou, hoop ik dat het duidelijk is. Twee paarden die kunnen meer kracht doen. Ja, kracht is van belang voor arbeid. Maar niet alleen kracht. Want stel je voor, die paarden doen de helft van het land, of ze doen het hele land. Voor het hele land heb je meer arbeid nodig. En dat heeft te maken met verplaatsing. Kracht en verplaatsing, die twee dingen, die zijn belangrijk bij arbeid. Arbeid, symbool work, kun je dan ook berekenen door kracht maal verplaatsing te doen. Ja, dus arbeid, kracht en verplaatsing. Oftewel, formule is W, work is F maal S. De eenheid is dan ook F maal S, dus newton maal meter. In plaats van newton meters schrijven we ook wel de joules. Joule wordt vaker gebruikt voor energie overigens, maar beide eenheden zijn goed. Als je het berekent met F maal S, moet je natuurlijk wel weten wat F is. En dat wordt moeilijker als F niet constant is. We gaan straks op het eind nog even hiernaar kijken. Maar voorlopig werken we wel met een constante waarde van F, zodat we weten wat we moeten invullen. En ook van belang is in deze formule dat F en S dezelfde richting op zijn. En als dat niet zo is, nou, we kijken even naar een voorbeeld. Kijk, ja, staat iemand lekker aan het begin van helling. Het is winter en lekker naar beneden toe met de slee. Dat kan natuurlijk alleen maar omdat er een zwaartekracht is. De zwaartekracht die trekt hem naar beneden. Nou, een paar voorbeeldjes. Kijk, één gegeven is hier de 5 meter al. Andere gegevens is dat de massa 40 kilogram is. En er is ook wrijving. Sneeuw is weliswaar glad, maar er is wrijving en die is 150 newton. De vraag is, hoeveel arbeid verricht de zwaartekracht als hij naar beneden schuift? Nou, in plaats van slee kunnen we natuurlijk beter even een stip doen. Wat makkelijker. Gegevens even opschrijven. Dus massa 40 kilogram. Wrijvingskracht 150 newton. Let op, alles in drie cijfers significant. En gevraagd wordt de arbeid. Oftewel, arbeid is F maal S. Hierbij is de F de zwaartekracht. Nou, die kun je berekenen. Fz is m keer g. En dan kom je op 392 newton. De verplaatsing, de afgelegde weg, ja, daar hebben we even een probleem, want de afgelegde weg is langs de helling die kant op. En de zwaartekracht is naar beneden toe. Oftewel, ze hebben niet dezelfde richting. Nou, dan gaan we gewoon kijken van wat is de afgelegde weg in de richting van de kracht. En dat is dus hier de 5 meter. Ja. Natuurlijk, hij gaat 5 meter in de richting van de kracht. Hij gaat ook die kant op, maar die telt niet mee. Je hoeft alleen de 5 meter te gebruiken. En dan kun je dus gewoon, arbeid is F maal S. En je komt op 1,96 kilonewtonmeters. Drie cijfers significant. Dus arbeid, kracht maal verplaatsing en verplaatsing hoef je dus alleen maar te kijken in de richting van de kracht. Ook al zijn er verplaatsingen aan de andere kanten op. Dus hier twee ballen die vallen naar beneden toe. Weer door de zwaartekracht. En links gaat hij rechtstreeks. Rechts gaat hij een beetje heen en weer, et cetera. Het duurt wat langer. En toch, de zwaartekracht verricht in beide gevallen dezelfde hoeveelheid arbeid. Voor de zwaartekracht, ja, kun je het berekenen met F maal S. En S is dan alleen het hoogteverschil. Nog even naar het voorbeeld, want die wrijvingskracht die hebben we nog niet gehad. Wat doet de wrijving eigenlijk hier? Verricht die ook arbeid? Nou, we kijken eventjes. Nou, ook hier weer F maal S. En de wrijving is altijd tegengesteld aan de beweging. En dan zie je dus dat de wrijvingskracht, ja, in dezelfde richting van de helling is, maar dan tegengesteld aan S. Nou, voor Fv kun je dus 150 newton invullen. S
is deze afstand. Nou, dit is S, ja, een beetje in de richting van FV. En dat kan ik berekenen door een driehoekje daarvan te maken. Kijk, hier hebben we het driehoekje, 30 graden, overstaande rechthoekzijde is 5, schuine moet ik weten, dat betekent dus dat ik de sinus moet hebben. Ja, sinus 30 is dus dan 5 gedeeld door S, en dus is S 5 gedeeld door sinus 30, en dat is 10 meter. Voor S kun je dus dan 10 meter invullen, maar F is rechts omhoog, S is links naar beneden, tegengesteld, vandaar dat ik min 10 meter doe, want het is tegengesteld aan F. Invullen, 150 maal min 10, en betekent dus dat je een negatieve arbeid hebt, min 1,50 kilonewtonmeters. Oftewel, wrijving is altijd tegengesteld, wrijving verricht altijd negatieve arbeid. Negatieve arbeid is dus best mogelijk. Even een paar situaties op een rij. We hebben dus dat de kracht en S in dezelfde richting zijn. Dan bereken je dat met W is F maal S. Ja, gewoon een auto die vooruit wordt getrokken door een motor. Je kunt ook hebben dat F en S tegengesteld zijn. En dan is arbeid min F keer S. En een typisch voorbeeld daarvoor is de wrijving. Wat we nog niet hebben gehad, althans niet echt, is dat je F en S ook loodrecht op elkaar kunt hebben. En dat betekent dus dat S eigenlijk totaal niet in de richting van de kracht gaat. Ze staan loodrecht op elkaar. En dan is de arbeid nul. Zwaartekracht verricht geen arbeid als de beweging horizontaal is. Deze drie zul je het vaakst tegenkomen. Oké, geen sledekeer, maar een bal. Ja, iemand gooit een balletje omhoog en vangt deze weer op. Zo, omhoog en weer naar je toe. Ja, de vraag is, hoeveel arbeid verricht de zwaartekracht nu? Denk eens even na. Nou, kun je het wel weten trouwens? Nou, laten we het even rustig bekijken. Allereerst gaat hij omhoog. Even stoppen. Oké, dank je. Dan heb je dus, arbeid is F maal S. Ja, S is omhoog. En de arbeid door de zwaartekracht, die is dus dan negatief. Maar kijk, S omhoog, F tegengesteld naar beneden toe. Oftewel, ik heb hier een negatieve arbeid. Oké, laat me weer los, gaat hij naar beneden toe. Zo. En als je naar beneden toe gaat, dat betekent dus dat de verplaatsing naar beneden toe is. De zwaartekracht blijft natuurlijk gewoon naar beneden toe. En dat betekent dus dat nu ze dezelfde richting hebben, oftewel de arbeid is positief. En de verplaatsing is in beide gevallen hetzelfde. Dat betekent dus dat de totale arbeid nul is. En je kunt het dus ook eigenlijk zo zeggen van ja, de totale arbeid is nul. Waarom? Ja, de verplaatsing is in totaal nul, want die bal, hè, voor en na de tijd, is je op dezelfde plek. Een ander vraagje is van, er is misschien wel luchtwrijving. Hoeveel arbeid heeft de luchtwrijving verricht? Is die soms ook nul? Nou, ook hier weer, eerst even omhoog, hoop maar, ja. Dan heb ik dus dat de verplaatsing omhoog is en luchtwrijving is natuurlijk hier tegengesteld aan de verplaatsing. Dus die is naar beneden gericht. En dat betekent dus dat de arbeid nul is. Echter, als hij nu naar beneden gaat, dan zal niet alleen S omkeren, maar de kracht ook van de luchtwrijving is altijd tegengesteld aan. Dus die blijft negatief. En dat betekent dus, je kunt misschien niet weten hoe groot de wrijving is, maar de arbeid door de wrijving. Maar ik weet wel dat de arbeid negatief is. Ja, arbeid door wrijving is altijd negatief. Oké, weer een bal, iets andere bal, mooie bal. En die bal heeft 509 gram en die laten we vallen vanaf 6 meter hoogte. Nou, 509 gram, dat is wel mooi, want kijk, de zwaartekracht is precies 5 newton. Het is toch wel toevallig dat het zo mooi uitkomt.
De vraag bij deze is van, stel je voor, we maken een grafiek van kracht als functie van afgelegde afstand. Hoe ziet dit diagram eruit? Denk eens over na, het is niet zo moeilijk. De vraag is moeilijker dan het antwoord. Ja? Want we beginnen op 0. Nou, hoe groot is dan de kracht? De kracht is natuurlijk gewoon 5 newton. Die bal valt 1 meter naar beneden toe. Zo. Ja? En na 1 meter, hoe groot is dan de kracht? Ja, natuurlijk ook 5 newton. En als hij verder valt, ja, na 2 meter, de kracht blijft gelijk hoor. Ja? En na 3 meter is hij ook. Ja, en 4 meter, oftewel, die kracht blijft gewoon constant. Kortom, de grafiek, FS-grafiek, is een mooie horizontale lijn. Nou, dat is niet zo ontzettend heftig. Wat mij omgaat is, als je daar naar het oppervlak onder kijkt, ja, waar komt het oppervlak onder het FS-diagram mee overheen? Nou, oppervlak is lengte keer breedte. En dat betekent dus hier F maal S, oftewel arbeid. Arbeid is dus gelijk aan het oppervlak onder een FS-diagram. In dit geval niet zo heftig, niet zo belangrijk, maar stel je voor, je hebt zo'n soort grafiek. Ja, dan heb je dus dat F niet constant is. Ja, daar begonnen we deze presentatie ook mee, van F moet eigenlijk wel constant zijn. Als het niet constant is, ja, dan heb je iets meer problemen. Want wil je dan de W is F keer S, ja, wat moet je voor F invullen? Hè? Dat weet je niet. Oftewel, dan moet je gebruik maken van oppervlak. Ja, hokjes stellen of driehoekjes maken of iets dergelijks. Natuurlijk niet super nauwkeurig, maar het kan dus wel. Zo, hè? Hé, wat gebeurt daar? Ja, een goed idee. Het is weer gebeurd. Bedankt voor het horen en tot ziens.